In deel 5 van de tweede naar 3D videoreeks wil ik nog even laten zien hoe we dit Magnet Office Site project converteren naar het bestand voor machinesturing en het bestand voor de Magnet Field toepassing. Daarvoor kunnen we in één keer naar het export menu gaan. Het machinecontrol formaat is het TP3 formaat. Demo 2D naar 3D. Spatie tussen zetten, zo. Save. Nu vraagt Magnet Office Site me meteen of ik de verandering in de tekening wil opslaan voor te exporteren. Ja. En ik ga alles in één keer gaan exporteren. Ook het DTM dat hier ingebouwd zit. Alle punten en lijnen die aanwezig zijn. En oké. En onderaan zie je hier de export vooruitgaan naar het TP3 formaat. En het bestand voor de machinesturing is helemaal voorbereid. Nu de Magnet Field toepassing die kan perfect werken met die TP3 bestand. Of we kunnen exporteren naar het Magnet Field bestand. Enkel de extensie is dan anders, dan wordt het een MJF. En ook daar kan ik kiezen voor opslaan en ik kies om alles in één keer door te sturen. Nu in de praktijk zal ik dit niet doen, want er zit bijzonder veel informatie in deze tekening die ik in het terrein, in de field controller, niet wil of kan gebruiken. Onder meer de tekening van de dwarsdoorsneden en de tekening van het lengteprofiel van de weg is informatie waar ik op het terrein niks mee kan doen. Dus die zal ik verwijderen alvorens deze export uit te voeren. Dus op dit wordt de data weer omgezet naar het Magnet Field bestand. Dan moeten we gewoon nog even wachten en de voorbereiding, zowel voor machinesturing als voor de Magnet Field controller, zijn helemaal klaar. Tot zover video 5 en meteen het einde van deze reeks 2D naar 3D in Magnet Office Site.